Vandaag hier in Lelystad stellen we onze nieuwe R900i met powerspray voor. Nou, de R900i, de eerste introductie is in 2011 geweest, maar wat nu nieuw is, is het compleet vernieuwde spuitgedeelte, in ieder geval het vloeistofsysteem. Powerspray houdt in dat de machine, in ieder geval de pompen, niet meer worden aangedreven middels de aftergas. De aandrijving op de machine gaat volledig via het hydrauliek-systeem op de tractor. Je hebt ook een geheel onderhoudsvrij vloeistofgedeelte. En dat komt dat de twee pompen die erop zitten een volledig gescheiden vloeistofsysteem vormen. Je hebt één gedeelte wat het vulsysteem betreft en dat is een volledig schoonwatergedeelte. En we hebben één gedeelte dat is een spuitgedeelte. En die beide pompen worden hydraulisch aangedreven en worden aangedreven naar gelang de behoefte. De vulpomp heeft een capaciteit van 1200 liter per minuut. En die 1200 liter per minuut betekent dus dat je met een heel hoge snelheid kunt vullen. Uiteindelijk kun je dan de vraag stellen, ja, maar als ik met een heel hoge snelheid kan vullen, heb ik wel voldoende tijd om een spuitmiddel in de tank te krijgen. Nou, met deze machine is het absoluut geen wedstrijd meer om de spuit te vullen. Met de machine hebben we mee ontwikkeld een zogenaamde vulpauze. En dit geeft de gebruiker het voordeel dat uiteindelijk het mogelijk is nu om eerst de tank bijvoorbeeld half vol te vullen met water. Vervolgens activeren we de vulpauze op de machine. En dat betekent dat de vulcapaciteit gereduceerd wordt, maar er wel voldoende schoon water op de vulspoelbak aanwezig is. Vervolgens zal via de tweede pomp de injecteur worden bediend en zal de vulspoelbak worden leeggezogen. En zo ben je dus altijd in staat om in alle rust je middelen in te spoelen. Vervolgens, als het middel ingespoeld is, dan schakelen we de vulspoelbak weer af en automatisch zal de hoge vulcapaciteit weer ingeschakeld worden. Waarbij je dus een hele snelle en efficiënte manier van vullen gaat krijgen. Op het moment dat er dan gespoten gaat worden met de machine, hebben we dus de spuitpomp, dat is de tweede pomp. En die pomp die zorgt ervoor dat uiteindelijk de druk op de leiding wordt ingesteld. Maar die pomp zorgt er ook voor dat je voldoende roercapaciteit hebt. Nou, die pomp is dus voor die twee taken opgebouwd. En die pomp die zullen we aansturen in verschillende toerentallen. Dus dat betekent, op het moment dat ik veel druk nodig heb, zal het toerental van de pomp omhoog gaan. Op het moment dat ik minder druk nodig heb of minder roercapaciteit nodig heb, zal het toerental van de pomp automatisch naar beneden gaan. Dus in deze machine zitten verder geen kranen of kleppen meer. Het wordt allemaal gebaseerd op het toerental van de pomp. Uiteindelijk betekent dat we het vloeistofsysteem van de machine dusdanig hebben weten te verkleinen dat we veel minder restvloeistof hebben. En dat komt uiteindelijk het spoelen van de machine ook weer te goede, want je hebt minder restvloeistof en dat betekent dat het spoelen van de machine ook veel eenvoudiger gaat en dat er minder water voor nodig is. Het spuiten van de spuitvloeistof, nou, daar zit een volledig drukcirculatie op. De drukcirculatie kan ook in het display worden geprogrammeerd, dus dat je de gewenste pompdruk of roerdruk op het moment laat rondpompen dat je niet aan het spuiten bent. Zodra er gespoten wordt, is de drukregeling van de pomp zo opgezet dat we een regelsnelheid hebben van 0 tot 8 bar in minder dan 3 seconden. En dat komt puur door de snelle aansturing via de hydrauliek op het toerental van de pomp. Nou, bij een elektrische kraan heb je toch al een bepaalde spanning, maar voor onvoldoende vermogen om snel te kunnen schakelen. En dat is het grote voordeel van de hydraulische aandrijving, dat je heel snel het toerental van de pomp kunt wijzigen.